dirty old window. Down below the cars. Where the kids in America walk. Ja, mooi allemaal. Vandaag een nieuwe video. Vandaag is het Valentijnsdag. Ik ben dit persoon op Valentijnsdag. Gosh, someone sent me flowers. I wonder who it could be. Me! Ja, ik heb gewoon dus de oplossing, de uitvinding van de eeuw, die vast nog niemand van jullie had bedacht. Vraag je paard op date. Ik bedoel, hij geeft jou heel veel cadeautjes, toch? Jij kunt ook super veel voor hem of haar. Heb je nou weer nieuwe spullen gekocht? Ja, ik had echt een nieuwe zweepdekje, zweetdeken en kaptoon nodig. Ja, sorry, maar ja, het was in de sale en ik dacht, ja, weet je, het moet nou eenmaal. Ik vraag me af of het nog in je kast past. Ja, een goede vraag. Ik heb ook geen idee of het in mijn kast past. En jullie kunnen heerlijk knuffelen. Two hours later. En toch is je paard het beste wat je in deze hele wereld kan wensen. Je besluit dus om je paard op date te vragen. Aangezien hij niet echt kan antwoorden. Lotje, wil jij mijn Valentijn zijn? Dat neem ik als een ja. Yay! Je besluit om samen een heel leuk, gezellig diner te hebben. Je vergeet alleen dat je paard, dat je helemaal niet kan communiceren. Smaakt jouw eten, Lotje? Ik beschouw het als een lekker. Daarna gaan jullie een film kijken, maar wel buiten, aangezien je paard niet de bioscoop binnen mag komen. Spannend, hè, Lot? Vond je de film ook zo leuk? Oh, ik dacht dat je hem wel leuk vond. En daarna hebben we natuurlijk een heel romantisch afscheid. Come back, Lotje. Come back, come back. Oh, kom op. Nou jongens, dat was dan mijn Valentijnsdag. Mijn Valentijnsdag is dus echt geweldig gelukt. Aangezien ik helemaal onder ben gestampt door water. Door Lotje, omdat er water daar lag. Ze me een paar keer kopstoot heeft gegeten toen ik haar aan het knuffelen was. Ze dus een hele bende heeft gemaakt op de grond, waardoor ik alles weer op moest vegen. Ik moest superveel kopen voor deze video. En ik moest ook zelf ontbijtkoek eten. Want ik had echt serieus niks anders. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond hem leuk om te maken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij. Of ik bedoel ons kanaal. En tot binnenkort. Doeg!